Als je hier de grote straat hebt. Ja. En hier de sociëteit. Ja, nou begin ik het te vatten. Dan heb je hier Solera. Ja. Dan kom je zo binnenlopen. Ja. Dan komt hier ook mijn hele kudde, want die zijn onderweg, hè. Sibyl, hoe ben je ertoe gekomen om ze op deze manier gestalte te geven? Nou, ik wilde er heel veel. En hoe ga je dan begin je met iets te maken wat in ieder geval die vorm gaat creëren? Ik wilde ook heel graag dat ze een combinatie waren van industrieel en tegelijkertijd van industrieel en iets heel natuurlijks. Dus ik zag alsmaar meer poten in takken. En zo zijn ze langzamerhand is dat gegroeid. En ik wil vooral ook dat ze allemaal een beetje anders uitzien. Maar ze wel bij elkaar horen. Want het moet één grote kudde gaan worden, hè? Ja, ze zijn allemaal onderweg. Allemaal onderweg naar de stal. Ja, en die stal, dat is ook nog een heel bijzonder iets. Kan jij iets vertellen hoe jij die stal die nog niet klaar is vorm wilt gaan geven? Die stal is echt de symbolisering van we hebben een vader, een moeder en een kind. En samen vormen we een familie. En we komen ook allemaal samen op die ene plek. En we zoeken daar de steun aan elkaar. En we kijken naar het nieuwe leven. Er zijn twee beelden. Er zijn twee beelden en een kindje, hè? Ja, wat voor materialen heb je daarvoor gekozen? Daarvoor heb ik metaal gekozen, omdat het zich heel mooi laat vormen. En ook wel omdat ik maak heel veel beelden van rubber. En ben eigenlijk wel al heel lang benieuwd naar hoe zou het ongeveer diezelfde handelswijze, hoe zou dat werken met metaal. Hier heb je maar een vijftal schapen, maar het worden er echt veel en veel meer. Ja, het worden er echt veel meer. Want we zijn allemaal echt onderweg. En nou, dan vind ik het wel erg symbolisch met vijf. Een kudde, daar moet je ook een zekere massa van zien. Ja, want die vormen, hè? Er zijn een aantal mensen die jou daarbij helpen. En waar worden ze nog meer gemaakt dan hier? Ze worden hier gemaakt, maar er wordt ook hier geholpen met de onderdelen uit elkaar zagen, met het in elkaar schroeven. Ik houd vast of ik zeg van nou zo. En dan hebben we een basisvorm waar ik weer mee verder kan gaan. Nou ja, zo langzamerhand worden ze worden dus niet geschoren, maar ze krijgen hun vacht terug. En er wordt ook van pellets gezaagd en van blokken hout en... Ja, je gebruikt van allerlei materialen om ze gestalte te geven. Ja, dat is dus dat je probeert om ook die op een eenvoudige manier puur te laten zien van waar draait het nou eigenlijk om. En ik zou een heel mooi gevormd schaap kunnen maken of een hele mooi gevormde geit. Maar het is veel mooier om de symboliek te achten, want dan kan je je eigen gedachten wat meer laten gaan. Anders denk je, ja schapen, ja geit. Jij maakt er dus hele bijzondere vormen aan. En ja, ze worden al een beetje eigen, geloof ik, hè? Nou ja, dat is dus het leuke. Ik denk wel van, oh ja, dan moet ongeveer daar. Het grootste deel van de kudde wordt bruin.